De PvdA-fractie in Zevenaar heeft een wensenlijst opgesteld voor investeringen die gedaan kunnen worden door de provinciale besluit om gemeenten te helpen met het investeren in projecten. Deze lijst wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 februari ingediend. Met het vrijgekomen budget wil de PvdA onder meer het lentebad in Zevenaar opknappen. Ook pleit de fractie voor het realiseren van een station Zevenaar Oost en een verdubbeling van het spoor tot Doetinchem. Ze ziet dit als een toegevoegde waarde voor de nieuwe school. De woonwijk Groot-Holthuizen en de bereikbaarheid van en naar de Achterhoek. Van 8 tot en met 15 maart wordt voor de 16e keer de Boekenweek Achterhoek en Liemers gehouden. De week is een initiatief van Dialectkring Achterhoek en Liemers, Vrienden van Streektaal Lochem en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Onderdeel hiervan is de verkiezing van het Beste Boek Achterhoek en Liemers 2013. De jury heeft vijf boeken genomineerd en dat zijn Achterhoek en Limers van Gal en Krozenbrink, het boek Kasteel in Gelderland van Vredenberg. En Zo bijzonder ben ik niet van Reusink en Hoffer. En de vierde genomineerde is Adel en Ridderschap in Gelderland, van auteur Jacobs. En tot slot Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek van Oosterbaan en Kaminski. De uitreiking is op 8 maart. Doetinchem heeft in de persoon van Niels Joosten een nieuwe burgemeester. Vorige week werd hij geïnstalleerd en woensdagmiddag werd de voormalige burgemeester van Brummen voorgesteld tijdens het wekelijkse persgesprek van de gemeente. Het college van BMW heeft trouwens besloten om de gemeenteraad voor te stellen om Joosten aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de regio Achterhoek, het samenwerkingsorgaan van acht Achterhoekse gemeenten. Ziewens Belang heeft wethouder Van Eum van de gemeente oost woensdagmiddag een bidboek overhandigd. Ziewens heeft de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2013 gewonnen. Een prestatie die recht geeft op deelname aan de Europese competitie van de Dorpsvernieuwingsprijs. Die dit jaar in september in het Zwitserse Vals wordt uitgereikt. Ziewens Belang heeft in het boekwerk de kracht van het Ziewense project beschreven. Met beschrijvingen over de identiteit van Ziewens en veel foto's die het boekwerk illustreren. Het eerste exemplaar van dit bidboek... ...werd in het Witte Paard in Zuwend overhandigd. De VVD-afdeling Lochem heeft woensdagavond 19 februari een politiek café... ...dat in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. De gast op deze avond is minister-president Mark Rutte. De VVD-Lochem stimuleert ondernemerschap en duurzaamheid... ...door een flexibel vergunningsbeleid, hetgeen ook deze avond besproken wordt. De bijeenkomst vindt plaats bij Hampshire Hotel Bonaparte aan de Lochemseweg in Bargem... En begint om half acht 's avonds. Voetballer Steven Teunissen vertrekt na dit seizoen naar PSV. De speler van de Graafschap C1 werd al geruime tijd gevolgd door diverse clubs en heeft zijn keuze op PSV laten vallen. De speler van de jeugdopleiding van de Graafschap werd na de Interland tegen Ierland in Westervoort benaderd door PSV. Op de website van de Doetinchemse club stelt technisch manager Roland Vromans dat de overstap begrijpelijk is. En dat de overstap ook een compliment aan de scouting- en jeugdtrainers van de graafschap is.